Vandaag staan wij hier op het station van de stoomtram in Medemblik. En die is weer van start gegaan. En voor ons, voor de camera, daar staat iemand die heel veel af weet van het stoomtram. Ben je blij dat die van start gaat? Tuurlijk, het is... Het was afzien, laat ik het zo maar zeggen. Het laatste jaar. Natuurlijk vorig jaar wel het een en ander gedaan. Maar het laatste half jaar, en zeker het begin van het seizoen, was natuurlijk niks. Er werd niet gereden. Een museum gesloten, dus dan heb je heel weinig... Je mist een hoop reuring, laat ik het zo zeggen. En een zinnige tijdbesteding, want dat is het natuurlijk ook. Ja, maar jullie zijn bijna het hele vorig jaar dicht geweest? Na de eerste golf in de zomer hebben we gereden. Met beperkingen, dus ook met reserveren, net als nu. En tot aan de herfstvakantie. En toen het dus ineens erger werd, is van de een op de andere dag gestopt. En dit is dus de eerste dag dat we weer aan de gang gaan. En zijn er nog nieuwe stoomloks bijgekomen? Nee, dat doen we niet. We hebben er genoeg. En we hebben er op dit moment een aantal dienstvaardig. Er zijn drie of vier loks die op dit moment dienst kunnen doen. Van 9. En dat is wat we gemiddeld gebruiken. Op dit moment is dat lok 26 van de Limburgse Trammaatschappij die rijdt. Dat is de lok die voor dit soort dagen en voor dit soort eigenlijk het meest geschikt is. En dan hebben we natuurlijk een vrij beroemde stroomtram binnen jullie. Bello. Ja. Hoe is het daarmee? Prima, die is in zoverre geschikt om te kan dienst doen dit jaar. Als er een tweede tram rijdt bij drukte, dan zal dat mogelijkerwijs altijd de Bello zijn. Die rijdt niet altijd? Nee. Is daar een reden voor? Er zijn meerdere redenen voor. Maar het heeft ook te maken met inzet van die mensen. En met het feit dat bepaalde loks nu eenmaal duurder zijn in gebruik dan andere. Dat heb je ook nog. Ja, nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. En laten we hopen dat het weer lekker druk gaat worden. We zitten nog steeds met een maximum vanwege de reserveringen. We moeten nog steeds de coronamaatregelen afnemen. Dus dat houdt in dat je de anderhalve meter houdt. En dat ook in de trams niet alles bezet kan worden. Dus je houdt de capaciteit is beperkt. Hoe beviel het? Sorry. Hoe beviel het trip? Geweldig. Ja? Ja. Het eerste ritje weer met de stoomtram. Ja. Vaker gedaan? Nee. Ja, niet hier. Niet hier. Waar wel? Dat weet ik niet meer eigenlijk. Andere plekken zijn maar. Diemen? Ja, nee. Op de Veluwe zeker? Ja, mijn man houdt met name van de stoom. En met hetzelfde stoomtreintje weer terug? Of gaan jullie met de boot naar Enkhuizen? Ja, nou, met de boot en dan gewoon met een gewone trein weer terug. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes nog vandaag. Ja, hartstikke bedankt. Ja, we hebben genoten.